So, you are tilbake after mijn semester in Sverige. Dat was jättebra. Vädret var inte så bra första veckan, men the Swedish summer. V75 på Örebro med E3 finaler. Omgången ser bra ut tycker jag. Först vill jag prata om de senaste V75 omgångarna i Örebro. De sex senaste V75 omgångarna i Örebro. Det är 42 lopp. Från 42 lopp har nummer 1 segrade 17 gångerna. Och nummer 2, startnummer 2, har 9 segrar. Så det måste bli att spår 1 och 2 har en jättefördel på Örebro. Så jag tror dat är bra information. Så starten vi med V75-1. 3 favoriter i loppet, 1, 3, 4. Nummer 1, Melby Apollo, är efter fila kommer tillbaka i jättebra form. Knallform, kan man säga. Senaste två starterna barfota rondom. Spetsslut. Ja, hij zei het jette van nu. Moest definitief met een paar coupongen. Els winner met nummer 4. Slagen af Melby Apollo senast. Men. Waar Utan Ruk sista varvet. Men daar een bra hest. Tripolini VP. Jeppe Jules hest. Ook zo een bra hest. Moster klaffer. Voor gewoon om. Kansje kan er bli. Ruk Lederen. Nummer 2. Ruben Trepper in te zo snap uit. Men wen han zit er. Bakom Melby Apollo. Ja, toor. Dat bli vast last. Ja, toor. At nummer Gu. Clara RC. Haar i jättebra vorm nu. Goor barfoet daar rondom nu, ook Jenke wagen. Nummer 5 Astruken, zo spoor 6 nu. Je troor het dat kan bli een richtig skrelkaramel i dag. Zo pas het voor Clara RC. Senast, te starten af nummer 11 Origotilli, zat vast met kortomkrachten kwam met spoor 11. Haar internet besta po Örebro met korte uplop. Ook ieder senaste seks week u hem omgongen naar paar Örebro. Spoor nie ook heugen haar in te woonit. Zo, dat blijft zwaars voor Hester naar Bakkie Fram. Zo, je hebt ook in te en kan dan spieken in first oplopen. Men 1, 2, 3, 4, guar. Första hästarna. V75 2. Final E3 för Stone. Många bra hästar. Men jag vill nämna flera. Jag tror nummer 2 Sahara Goy har en bra chans att vinna det hela loppet. Jag tror faktiskt att Grisboken nummer 5 kommer till spets före Flowjoekeeper nummer 1. Nummer 1 är inte så bra tycker jag på Örebro för startspåret. Men som sagt, spår 1 vinner ofta. Men jag tror Grisboko sitter i spets en ja, och dan tror jag Sahara Goy vill avancera till spets. Så jag tror Sahara Goy sitter i spets efter 300-400 meter och har en jättebra chans att vinna. Men wenn han inte kommer till spets, kanske till dödens, dan blir det svårt. En daar har nummer 9, Uncertain Age, een jättebra chans att vinna det hier loppet. Starter bakom nummer 2, hona snap ut. Zo,
Ja, je troor had rest en zitter trechtje Uter. Zo dat er bra. Documenteer had vorm. Je troor Thomas Mannenquist haar jette bra vorm langere tiet. Zo, je troor twee ook nieuwe haar eerste hester i loppet. Monga praat op nummer 3, uniek juni, waar jette bra zenast. Waar Nera het sla nummer et. Ja, door het, dat kan bli een skrelly dog. Men 2, 9, 8, eerste hester. Wee, goed juf hem, 3. Zeer ook zo, wiet op het uit. Men ja, wel ja, het. Blokken met 2 hester. Definitief, dat aan nummer. Ja, door het nummer 5 radieu, eerste hester, hier loopt het. Dan zou ik jette vinden uit de 2 zijn als de start daarna. Spoor 5 aan jette braatje op Eurebro. En ja, troor dat han komen van Frankrijk met jette bra vorm. Zo, ja, haar eerste hest die loopt natuurlijk joh. Ja, troor het nummer 6 Harry Hetero zit er in spets even starten. Ook Royal Fighter wil, han wil slepper til Royal Fighter. Ja, troor het Royal Fighter zit er in spets even 200 meter. Zo, Royal Fighter moest ook definitief met een paar coupongen. Waar Struken even zijn naast de starten, maar Perka Eriksson zag het Hesten trainer Jette Fien. Zo, Fem Gu, haar eerste Hest daar. Stelton, maar Ed Arie Jettebra Hest, mijn inte zo snap uit. Ook Cold Town, Nij-I Gul Division, Arie Jettebra Hest ook zo. Men, soms zag Fem Gu, eerste Hest voor mij. We, Guti of Hem, 4. Oeh, dat wordt ook zo vol start. Je hebt door het nummer 11 Imperator, haar beste hester, die loopt het. Mensen om zaak, Spornier, Ella Heuger, haar in te wonen, het paweeg uit die familie, de zenigste seks omgongen. Zo, dat blijft zwart, men dat er een bra hest. Nummer 3, Playboy Face, haar jette bra vorm, waar auto niet vriend. Paul Jarlsberg voor 2 starters zijn. Men i 12 starten met Urjan Schuström had hij een in te wonen. Zo kan je had het ingen braak combinatie compleet voor feest ook Urjan. Zo ingen speak men daarom braak heeft. Ja wil nemen naar nummer 2 Jeter van Thomas Malmquist. Stal, barfota rondom, haar strolande vorm. Sport 2 oké, okay, braaf voor hun om. Zo moest het definitief met paar coupongen ook nummer 8 Alpha Light. Ariette braaf vorm, sport 8 Liet de Trokiet, men. Juist een Ariette braaf vorm. Kansje zit de nummer 6 Sapajou i spets, after starter na. Ben. Ja, je hebt geen braaf feeling voor Hester Idaak. Men kan winnen natuurlijk. Men 2, 3, 8, 11 als eerste Hester. We goed juf hem, 5. Countdown Fouget, haar store favoriet. Hester haar jettebra langere tijd, men. Nieuwe starter i oret, 0 zeger, men 8 placeringen. Zo dat Armbra heeft en nu haar heeft een jettebra startspoor. Zo definitief eerste heeft die loopt. Men ja wat ook zo daar met nummer 3 Lea Chip. Lea Chip, after Villa, 2 starter. Haar zet jettebra uit, heeft een arsnap uit, je door het hand. Gewoon kan zitten in spets Tidit. En kan definitief winnen dat hij loopt met Schulström. Zo. 2 ook 3. De goed op hem. 6. E3 finaal Hingster Wallaker. Storfavoriet. Make the mark. Kansje Barfuta Fram nu. Daarin definitief first heist in het loppet. Daarin Jettebra heist. Haar woonit Mongabra lopper.
Zo, had het een chance piek, ja, kansje. Je troor ook at Marciana Ludwig Olginis Hest. Hij zei het, je troor uit pas doet het, mektiet. Kansje, ja, mektiet. Zou ik gewoon uit zeeën hast. Zo, daar een paar hest. Man praat daar miket om Donatello Sisu, maar dat hij zijn haar al routineerd had, zo. Ja, jij wil niet op dat rekker. Zo, chance peak nummer 4 en make the mark. Bakom. Honom Adet 2 Marciano. We, goed, Jufem. Goed. Wiet op het loptype, ja. Dan was het dan met Monge Hesta. Ja, we nemen dan nummer Ed Duffman. Argunet of Distansen. Spoor Ed nu. Altijd met de remmen. Zo kan je first till mol. Ede Bob nummer 3, waar Jette Bra i Heiskanens Reggie. Zo moest met Bra startspoor. Global Response nummer 4 moest definitief met Kevin Oscarsson. Sure. Sure, de Sista gongen ook zo. En waar Jette Bra door. Vloog locked Sista bieten. Zo, Bra vorm. Max Not Sand, je troor het hersen naar beter aan wat man troor. Wen dat klaffer kan gaan winnen, dat heel op het. Nummer Gu, spring over. Andere hest die loopt. Ja, daar een braar hest. Maar kansje in te komen til spets. Ook excellent kon bij klas nummer 10, waar Jette bij in de toe zijn te starten na. Ook, ja, Wendert Klaffer kan dan winnen. Steer distance, zo dat blijft interessant. Zo, so, Monge kan winnen, maar je toer definitief moest met het 3-4. Ja, en Bakkie Fran had dit altijd. Spoort het winnen. Zo, dit was het. Lukateel, ha een bra dag op wie zij ons nesten wekken. Hedo.